Wie ben je en wat voor auto heb je voor ons meegebracht? Ik ben Benny van Wijngaarden uit Elspeet en ik heb een Opel Ampera meegebracht. Een elektrische auto met een benzinemotor als range extender. En hoeveel pk zou erin moeten zitten? Volgens opgave 150. En denk je dat hij dat heeft? Ik verwacht van wel. Hij is zo goed als nieuw en ik verwacht eigenlijk dat hij dat exact geeft. We gaan eens kijken. Ghisbert, een Ampera op de rollenbank. Het is een experiment. Kom je er een beetje uit? Ja, nou, het klopt. Opel Ampera nog nooit eerder een volledig elektrisch aangedreven auto gehad. Het was inderdaad eerst even in het boekje opzoeken van, kan een Ampera überhaupt op een rollenbank? Is het niet zo dat omdat die elektromotor vol zijn best moet gaan doen, dat dat niet mogelijk is vanwege thermische belasting? Er stond verder niks over in het boekje. Dus uiteindelijk hebben we gewoon besloten van, nou, we gaan kijken wat er gebeurt. Maar als we ook zou die zichzelf wel afschakelen wanneer de temperatuur echt te hoog zou worden. Nou, tijdens het rollen kwamen er ook leuke dingen naar boven. Het was sowieso, je hebt geen relatie tot enige vorm van toerental of draaisnelheid of zoiets. Je kunt snelheid nemen als parameter. Alleen de motor in dit geval reduceerde zijn snelheid automatisch naar 82 km per uur. Puur waarschijnlijk vanwege het feit dat hij niet 4 draaiende wielen gehad heeft. Wat we wel konden doen is uiteindelijk de rem inschakelen. Als je de elektromagnetische rem die, zeg maar, aan de rollenbank zit inschakelt om uiteindelijk de snelheid te reduceren, dan was het zo dat als je hem dus vol aanstuurt, dus de rem vol zijn best laat doen om de snelheid naar 0 te brengen, dan gaat de elektromotor met het planetair tandenstelsel net zo lang terugschakelen totdat hij op zijn maximaal vermogen zit. Het grappige is, dan levert hij inderdaad vlak in de buurt van 150 pk wat beloofd was, doet hij 145,5. En dat is ook echt wat hij dan doet. Ja, het zal best hard trekken. Eigenlijk zeker voor natuurlijk het gewicht wat de auto heeft. En gewoon qua snelheid, 150 pk is zat om ook denk ik 180 mee te kunnen halen. Dus experiment geslaagd? Een leuk experiment, ja. Eigenlijk omdat je nergens een relatie tot hebt, ja. Hebben we gewoon genomen het max vermogen wat hij kan leveren bij dus een vol aangestuurde rem. Dus je hebt een grafiek wat uit 1 punt bestaat. Geweldig. Nou, Benny, het was een experiment. We hebben er wel een vermogen uitgekregen. Ben je er tevreden mee? Ik ben er zeker tevreden mee. Het was ook wel volgens verwachting dat die 150 pk, die blijkt er dus in te zitten. Bijzonder was wel dat deze auto moeilijk te meten blijkt op deze manier. Ja. Ja, een koppel bijvoorbeeld hebben we niet kunnen meten, maar als je zegt, hij voelt wel heel snel aan. Ja, het koppel zou 370 newtonmeter moeten zijn. Dat hebben we dus niet kunnen meten, maar het zou me niet verbazen als hij dat minimaal geeft. Want als je vol gas geeft, dan ga je echt heel snel accelereren. Dankjewel.